Zo mensen, we hebben even een rustmomentje, want de brug, hoor je dat? Maar kijk hier, dit vond ik heel interessant. Mogen kan eerlijker. Ja, dat kennen we, de keuringsdienst van waarde. Toch? Ja. Maar waarom hebben ze geen reclame? Reclame? Waarom is het gaat toch over eerlijkheid? Waarom wordt het nog steeds niet besproken dat wij eerlijker naar onze kinderen mogen zijn? Sinterklaas is het toneelstukje. Want het gaat om eerlijkheid, toch? Keuringsdienst van waarde? Fantastisch hoe we dat doen. Maar, dat is één klein programma toch? Waar is de grote programma waar het echt om draait? Wereldwijd, onze kinderen. Want weet je, onze kinderen worden volwassen en die groeien weer op, toch? Dus wat gebeurt er als je wordt gepakt met het gif van de leugen? Nogmaals, ik zie heel veel mensen op straat, hè? Totally lost. En weet je wat bijzonder is? Ze weten niet eens, hè, dat deze dame, ja, ze noemen het in Nederland dakloos. Maar je bent pas dakloos als je niet verbonden bent met van binnen. Jouw tempel, je house, you know. Dus mensen, ik moet nu even geduld hier hebben totdat de brug voorbij is. Komen er nog meer aan? Oh ja, daar komen. Oh, fantastisch. Lekker op een bootje. Heerlijk varen. Dus ja, dat gun ik mijn kinderen ook, hè. Gewoon leuke, fantastische dingen. Gewoon genieten van het leven. Wauw, mensen. Dus ik zeg jullie, iedere dag dat ze ons van elkaar verwijderd hebben. Weet je wat ze ook hebben gedaan? In een appje heeft die vader, die bi, gewoon mij gestuurd. Je mag de kinderen niet eens telefonisch spreken. Toen de tijd. Dus toen had ik die procesbegeleider een bericht gestuurd, hè. Nada, geen reactie. Hoe dan, mensen? Gaat om mijn kinderen, toch? Life. They're fucking with life. En dan kunnen ze denken dat ik niet boos mag worden. Ik ben een mens. Ik heb alle recht om boos te worden als je aan mijn kinderen komt te zitten. Duh. Ik heb hun gebaard, hè. Mensenrechten, toch? Peace. Kunnen we put on some music, hè. Hello, blank. My way. Oh, hi, hello. Fantastisch. Vader met zijn zoontje. Hoi. Die mij vriendelijk groeten. Hé, hey, dat is de straat, hè. Dat zijn de echte mensen. Want de mensen hebben mij geholpen deze afgelopen tijd. See you, how I'm glowing. Homeless? Nee. People care. Yes. Maar de instellingen? Daar hebben ze dus flink de planken misgeslagen. Dat is wel duidelijk, toch? Had ze niet verwacht, hè? That this woman got brains. Hey, I look brown. Like I said, don't judge a woman by its color. Never do that. Never do that. Ik kom op voor de mensen. Sowieso. Voor mezelf natuurlijk. Voor mijn kinderen. En iedereen die daarbij hoort. Zoals ik al zeg. Ja, er zat te veel armoede hier. Ik kwam toen straks bij de Jumbo. Hadden we iemand geholpen bij de automaat. Oh, die man zei nog. Ik stond derde in de rij. Hij zei nog. Ja, ik ga niet bellen. Het is pas voor zich geslikt. Ik zei, zal ik voor u bellen? Snap je? We gingen elkaar helpen. Hij zei, hij is autistisch. Oh, hij helpt hem. Maar goed, we hebben hem geholpen tot het kon. En de rest ging hij verder doen. Zo help je elkaar, toch? Simpel zat, hè? Hij was gewoon iemand. Just a person. Waar draait het toch om, hè? Dat we als mensen elkaar helpen. Kleine goede daden is wel belangrijk. Dat leer ik mijn kinderen ook, hè? Kleine goede daden. Want het begint altijd met de kleine goede daden. En dan wordt het steeds groter. Maar iedereen op zijn eigen tempo. Hoor je de ganzen? Ja, ze zijn aan het gakken. Kennis, oh kijk, fantastisch. Hoor je ze? Wat dichterbij, want we kunnen zo oversteken. Fantastisch. Kijk, daar zijn ze, net alsof ze klaarstaan voor de bussen. Hoor je ze? Ja, luid en duidelijk. De troepen van de eerlijkheid, toch? Nederland. Het is het volk, hè, die dit allemaal heeft gedaan. Want Nederland, ja weet je, vroeger, ver vroeger, de wereld had geen van standaard namen, net als Nederland. Het was gewoon één geheel. Maar totdat de mens wilde controle, claimen en whatever, you know. Zoals ik al zei, hè, dat ik van de beatboeken, laatst een boek had geleend over in de jaren 30. Ja, dat Amerika en Nederland heeft geholpen aan hun status. Nou, they're fucking up, Nederland. Want weet je, wat ik al zeg, hè? Oh, er komen steeds meer verwarde mensen op aarde. En die mensen weten gewoon totaal niet hoe ze hun moeten behandelen. Het enige wat ze doen is hun uiteindelijk doorsturen naar een GGZ-pasje. Bam. Verward. Mogen op straat leven. Wat gebeurt er met onze kinderen? Onze onschuldige kinderen. Die weten niet eens dat die mensen verward zijn. En in welke status diegene dan is. Want kijk, Cito is ook een voorbeeld, hè. Waar die avond op straat waren. Wauw, he needed to scream it out. I understand. But hey, ik was daar om hem te beschermen dat het niet te ver ging. Maar... wauw, je kan niet altijd bij iemand blijven om hem te beschermen natuurlijk. Totdat hij volledig genezen is. Daarom zijn er mensen toch in de zorg om je te genezen. Ja, maar what are they doing? They don't know what they're doing. En praten, praten, praten. Dat doen ze vooral.
Maar te veel praten, dat werkt niet, hè? Want dan wordt diegene zijn hoofd gewoon vol. Dat is logisch, hè? Dat is psychologisch. Je moet met zijn beweging zijn. Echt iets doen. Maar je op de juiste manier benaderen. Ze moeten net de juiste persoon hebben. Je moet wel iemand hebben van kennis, hè? Die zelfverzekerd is. Want van de week stond er een meisje aan de deur, super lief, een van de begeleiders. En hij zei, ze is zo lief en schattig. Ja, inderdaad. She's just a little girl trying to survive, you know? Wow. I'm trying to survive tegen zulke mensen die agressief kunnen worden. Respect hoor. Maar ze was onzeker, dat hoorde ik aan haar stemmetje. Oh, die man is eten aan het geven. Oh, dat is die man die van de daklozen altijd aan het zwerven is. Oh, bless his soul, is hij dat? Oh nee, dat is iemand anders. Oh, mooi, ze krijgt brood. Oh, nice. Kijk, dat is goed uit, hè. Daar waren ze aan het gakken natuurlijk. Zo mensen, dat is even fijn, hè. Even een rustmomentje creëren. Tussen wat er allemaal mee gebeurt in je leven. Yes, it is. Onvoorstelbaar, hè. Maar weet je, mijn talenten die laat ik ook zien op straat. Want wat ik al zeg, that's showing your pure strength. And that's inspiring your pure strength. You know? Dus ja. Ja, ja. Oh, nummer 7. Nummer 7, ja. De 7-gevende, weet je nog? Die video, die 5e. 7 was gelukstal van mijn zusje. 7 komt graag weer tegen. It's a lucky number. Dus mensen, bijzonder, hè? Ah, soms is het even goed dat ik even uit het moment word gehaald. Want hey, het is logisch dat ik boos mag zijn, hè? Alle recht had ik om een privacy te beschermen. Mensenrechten, oh ja. Zie je? Dat was de studie die ik had mogen doen. Maar goed, ik heb het anders ook geleerd, hè? From real life. Because that's when you socialize. Yes, the nature. I love the nature. Wauw. Dus als ik mensen zie met hun kinderen, dan ben ik blij voor hen, hoor. Ik wil ook met mijn kinderen zijn. Fantastisch. Dus dat komt wel, mensen. Want hey, de kansen. Hey, ik heb kansen gehad om echt aan mezelf te werken. Om nog sterker terug te komen. Wauw. Maar hey, het is niet prettig op de manier hoe het is gegaan natuurlijk. Hè? Dat is niet eerlijk. Wauw. Wauw. Zo'n talentvolle moeder. Hè? Die jongen heeft daar zo'n leugen over gemaakt. Hey, het afscheidshuis. Dennis. Afscheidshuis voor jou, hè. Yes. Wauw. Oh, hier, kijk Monique. Uitvaartbegeleiding. Ja, mensen. Een moeder die goed doet, hè. Die goed doet, goed ontmoet. Every time. Every time. Yes, every time. Dus nu gaan we even weer naar de Jumbo. Ja, lekker koffie halen. Nog even wat halen. Oh, hier. Your body, your care. Remember? Yes, we remember. Dus, zoals ik zei, het is heel belangrijk om voor je lijf te zorgen, toch? Want ja, natuurlijk hebben jetten. Even een sprintje nemen, want het wordt al rood en ik ga gewoon oversteken. Fitness, ja, dat doen we ook aan mensen. Oh. Oh ja, weet je waarom ik... Oh ja, die jongen, die met me altijd af en toe willen spreken. Die hoort daar ergens. Die is vroeg, die zei je lijkt 25. Well, thank you, brother. Dus dat komt omdat ik me jong hou. Hoe hou je je jong? Door in beweging te blijven, op je voeding te letten. En van alles, door van jezelf te houden, voor jezelf te zorgen en respect te hebben voor jezelf. Zelfrespect, mensen. Zo belangrijk. Dus ja, als het zo lekker weer is, voel ik me nog vrijer op straat. De mensen zijn vriendelijk. Belangrijk, hè? Je ziet ook dat mensen hulp nodig hebben. Natuurlijk. We need help. The people need help. Ja. En hoe helpen ze ons? Ja. Wauw, mensen. Onvoorstelbaar. Grappig. Oh nee, hair fashion. Dus, ja, over culturen en geloven. Ja, ja, ja. Er is maar één geloof, mensen. Want weet je, ik vind het interessant, hè? Om kennis om te doen van al die verschillende culturen en die geloven. Maar ik ben er al wel achter. Yes, ik ben er al wel achter. Dat er maar één fijne lijn bestaat, zoals ik al zeg. Want weet je, ik ben opgegroeid. Ja, zullen we dat een andere keer doen? Ja, dat doen we een andere keer. Ciao, ciao, ciao. We're going to the Jumbo. Have a nice coffee!